taak. Ik zet hier de chat naast mij. Oké, van harte welkom iedereen op dit webinar over fundamentele analyse binnen de LynxPro. Mijn naam is Ilias. Ik moet iets luider, merk ik. Oké, ik zal dat dan ook even proberen. Hopelijk is het nu iets duidelijker. Dus ik was bezig met de introductie. Mijn naam is dus Ilias de Vlo. Ik zal jullie een webinar geven over fundamentele analyse binnen de LynxPro. Ik probeer het webinar te beperken tot een dertigtal minuten, dus zal jullie bondig uitleggen hoe u binnen de LynxPro gebruik kunt maken van de fundamentele tools. Dus dit is het programma voor vanavond. We beginnen met een korte introductie. Daarna overloop ik met jullie hoe u de aanvraag kunt doen van het abonnement van Reuters. Vervolgens gaan we over naar het gebruik van fundamentele data via de LynxPro. En natuurlijk eindigen met een conclusie. Dus even een korte introductie. Voordat u een aandeel koopt, is het belangrijk te weten waarom u dat doet. De meest bekende analysevorm om tot een beslissing te komen is de fundamentele analyse. Nu, beleggers gebruiken het vooral om een antwoord te krijgen op de vraag: wat moet ik kopen? In tegenstelling tot technische analyse, waarbij het om timing draait. Dus meer wanneer moet ik het aandeel kopen. Nu, fundamentele analyse gaat eigenlijk op zoek naar de intrinsieke waarde van het aandeel. Aan de hand van een bepaald aantal kencijfers, afkomstig uit de balans en de jaarrekening, gaat men eigenlijk gaan kijken hoe het bedrijf gaat presteren en wat de waarde exact is. Dus men kijkt naar omzet, dividenden, return on equity en dergelijke. Op basis van die fundamentele data zal men dan, zal een analist dan kijken naar de toekomstige waardering en zal men een waarde op dit bedrijf kleven wat men verwacht van dit bedrijf in de toekomst. Nu, fundamentele analyse is eigenlijk een proces waarbij men dus de financiële rapporten van het bedrijf gaat onderzoeken om te beslissen of het aandeel een goede investering is of niet. Dus of u het in portefeuille moet nemen of niet. Financiële rapporten bestaan, zoals u waarschijnlijk wel weet, uit de balans, de resultatenrekening en het kaststroomoverzicht, de cashflows. Ik zal u vervolgens even snel door de theorie lopen, zodat iedereen goed weet wat die rapporten eigenlijk inhouden. Dus we zullen van start gaan met de balans. Dus, het is een overzicht van bezittingen en de schulden en het eigen vermogen. Nu, bezittingen, zoals het woord zegt, het zijn eigenlijk voorwerpen die het bedrijf bezit. Ze dienen om in de toekomst toegevoegde waarde te creëren. Dus ze kunnen bestaan uit liquide middelen, uitrustingen, machines, alle eigendommen in de vorm van terreinen en gebouwen. Dus dat zijn bezittingen. Schulden, dat zijn leningen of facturen die moeten betaald worden. En meestal staat er een bezitting ten opzichte van een schuld. Dus als een bedrijf bijvoorbeeld een gebouw wilt aankopen, zal men natuurlijk een lening aangaan. Dus het gebouw moet gefinancierd worden via de lening. Eigen vermogen, dat is dan opgebouwd uit de inleg van de aandeelhouders en door de ingehouden bedrijfswinsten plus reserves. Of door uitgifte natuurlijk van aandeel en dat het noteert op de beurs op die manier. De balans gaat u eigenlijk nagaan waar het bedrijf zijn geld haalt uit zijn bezittingen. Dus van waar haalt men eigenlijk het geld? Dus wat moeten we hier goed onthouden bij de balans? Met welk geld financieren ze hun bezittingen? Maar daarmee weten we nog natuurlijk niet hoe het bedrijf geld verdient.
Daarvoor gaan we gaan kijken naar de resultatenrekening. Nu, de resultatenrekening, het is een overzicht van de opbrengsten en de kosten. Dus opbrengsten is natuurlijk de omzet die men haalt uit de activiteiten. En de kosten, dat kan allerlei zijn, dat kan operationeel zijn, dat kunnen interesten zijn, belastingen, u weet wel. Dus ik zal even een voorbeeldje erbij nemen van een resultatenrekening. Die dateert wel van een tijdje terug, maar het blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Het ziet er als volgt uit. Bovenaan zien we de omzet staan en dan de kostprijs van de omzet. Trekken we daarvan af om de bruto marge te bekomen. Dan heb je natuurlijk de personeelslasten en overige bedrijfskosten om bij de courante EBITDA te komen. Nu, de EBITDA, dat is een vrij belangrijk cijfer. Dus earnings before interest, taxes, depreciation en amortization. Dit is eigenlijk de winst dat de onderneming haalt met de operationele activiteiten. Zonder hier de kosten en opbrengsten van financiering in verwerkt zitten. Dus het is een zeer belangrijk cijfer als we effectief willen weten hoe het bedrijf geld verdient. Vooraleer er eigenlijk boekhoudkundige optimalisatie aan te pas komt. Dus hier kan men nog niet veel gaan manipuleren en zien we effectief wat men overhoudt en hoe men geld genereert. Nu, wat ook belangrijk is, is opbrengsten minder kosten. Zo bekom je eigenlijk het netto inkomen. Deze kunnen eigenlijk gebruikt worden om dan dividend te gaan uitkeren of kunnen opnieuw geïnvesteerd worden in het bedrijf. Herinvesteren zorgt natuurlijk voor extra cash en dat kan belangrijk zijn in moeilijke tijden, dan kan een buffer natuurlijk vormen. Zo heeft men ook de zegswijze cash is king. En omdat cash king is natuurlijk, gaan we even gaan kijken naar het kaststroomoverzicht, wat ook wel vrij belangrijk is. Nu, het kaststroomoverzicht toont natuurlijk de kaststromen, dus eigenlijk toont hoe het bedrijf zijn cashflows gebruikt om de onderneming te runnen en investeringen te doen en hoeveel er exact geleend is. Het geeft eigenlijk de details weer hoe het bedrijf inkomen genereert en dit is nog moeilijker manipuleerbaar dan de resultatenrekening. Dus hier zien we exact van hoe het bedrijf cash gaat genereren, wat natuurlijk belangrijk is en natuurlijk de kern van een onderneming. Nu, we hebben even wat theorie overlopen. Zaken zijn waarschijnlijk bij veel mensen bekend, maar komen als opfrissing dienen. Maar nu gaan we natuurlijk niet enkel gaan kijken naar die jaarverslagen en rapporten. Ook is het belangrijk om even stil te staan en zelf bij u af te vragen van vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt op basis van fundamentele analyse, wat eigenlijk belangrijk is, wat doet voor het bedrijf? Ja, de meeste mensen weten, Audi verkoopt auto's, Philips houdt zich bezig met consumentenelektronica en healthcare enzovoort. Dus het is altijd belangrijk om te weten van wel, voor u gaat investeren, wat doet het bedrijf eigenlijk? Daarnaast is het ook belangrijk om te weten in welke sector dat het bedrijf actief is en wat voor sector is dat. Begrijpt u wat deze sector exact inhoudt? Bij sommige sectoren is dat vrij eenvoudig, terwijl bij andere kan dat wel wat aanzienlijke expertise vereisen. En daarnaast nog een derde vraag eigenlijk. Wat zijn uw verwachtingen van op macro-economisch gebied? En wat is de invloed daarvan op de resultaten van het bedrijf? Dus wat denkt u dat er zal gebeuren op macro-economisch gebied? En hoe zal dat direct een invloed hebben op de waarde van het bedrijf? Dus dat zijn zaken dat je zelf ook even moet bij stilstaan zonder het analyseren van de jaarrekening. Nu, als slot van deze introductie nog even herhalen wat dat belangrijk is bij fundamentele analyse. Waarop moet ik letten als je een analyse doet? Het best begin je eigenlijk bij de macro-economische situatie en dan werk je dat uit met de bedrijfstak om uiteindelijk
tot het individuele aandeel over te gaan en daar uw analyse van te maken. Dus belangrijk is ook, begrijp hoe de onderneming eigenlijk geld verdient. Bekijk de balans uitvoerig vanuit kritisch oogpunt. Kijk niet alleen naar opwaarts potentieel, en dat is zeer belangrijk, dat is wat veel mensen eigenlijk met oogkleppen opzetten en voorliefde hebben voor een bepaald aandeel. Het is belangrijk om ook de risico's te bekijken en bijvoorbeeld een SWOT-analyse, strength, weakness, opportunities en threats, te gaan bekijken, zodanig dat u weet van, ja, wat kan er gebeuren, wat zijn de mogelijke neerwaartse risico's, wat is het potentieel opwaarts, wat kan er nog aan het bedrijf verbeterd worden en wat zijn de gevaren eigenlijk bij dit bedrijf. Daarnaast kan je eigenlijk ook gebruik maken van de analistenverwachtingen, wat veel mensen eigenlijk in de krant wel zien of op internet. En daarnaast ook de beschikbare onderzoeksrapporten. Ik herhaal het nogmaals, als u fundamentele analyse doet en u bent een bedrijf aan het bekijken om te investeren op lange termijn, lees dan eens het jaarverslag. Je moet natuurlijk niet alle pagina's, maar ga er eens door en kijk wat er belangrijk kan zijn naar de toekomst toe. En natuurlijk, wat ook handig kan zijn, breng eens een bezoek aan de website van het bedrijf. Daar kan je ook al veel op zien, veel op lezen en de investor relations even nagaan. Daar publiceert het bedrijf meestal ook interessante informatie voor de investeerders. En pas natuurlijk op met gouden tips. Baseer je belegging altijd op eigen research en sta volledig achter je eigen beslissing. Oké, dan zullen we even overgaan naar hoe u het abonnement van Reuters kunt aanvragen. U heeft waarschijnlijk de afgelopen weken in de weekupdate eens zien verschijnen dat dit abonnement gratis is op dit moment. Dus u kan dit abonnement gaan activeren via account management. En ik zal even overlopen in dit webinar hoe u dit doet, zodat alle mensen dit zelf ook kunnen nadoen nadien. Ik zal de link naar de weekupdate ook nog even vermelden op het einde van de webinar. Stel dat je nog even wilt nalezen of de instructies nog even wilt bekijken, ze staan volledig neergeschreven. Dus we beginnen. Als u het abonnement wenst te activeren, dient u eerst naar het klantenportaal te gaan door rechtsbovenaan op klanten te klikken. En nadien gaat u naar het administratief gedeelte, dat is het mapje waar links op staat. Daar logt u in. Eenmaal ingelogd, dan zal iedereen dit scherm waarschijnlijk wel kennen. Dit is het administratief gedeelte waarbij u moet kiezen voor Manage Account, Trade Configuration en nadien voor Research. Dus we natuurlijk de research van Reuters nodig hebben. Nadien binnen de research, u zal zien dat er heel wat zaken ter beschikking zijn. U gaat naar de Premium Newswires, dat staat ongeveer midden in de pagina, wat naar beneden te scrollen dus. En daar kiest u voor de Thomson Reuters en daar kiest u voor Reuters Fundamentals, u ziet Fee Waived, dat betekent dat het gratis is. Nadien gaat u onderaan de pagina gaan kijken, klikt u op Continue, waarna u eigenlijk een overzicht ziet van de zaken die u aangevraagd heeft. Stel dat u meerdere zaken aangevraagd heeft, u ziet ook dat er gratis trials zijn. Dan krijgt u dat overzicht, moet u nog even bevestigen en dan krijgt u eigenlijk de gratis fundamentele data. Dus nu gaan we eigenlijk overgaan naar het volgende topic, effectief de fundamentele analyse via de LynxPro. Als u op zoek bent naar fundamentele data, kunt u bovenaan kiezen voor analytische tools en nadien zal u de onderdelen fundamentele data en nieuws terugvinden. Dus daar heeft u alles een grote keuze. Nu, qua nieuws kunt u gaan kiezen voor portfolio nieuws, dus specifiek naar uw portefeuille gericht of de top 10 nieuwsberichten, de zaken die meest gelezen worden en zeer populair zijn. En daarnaast heeft u, waarschijnlijk zal iedereen dit wel kennen, de Daily Lineup.
Dit is iets dat opstart, een overzicht van de markt, dat opstart bij het aanloggen in het platform. En dat is vrij handig omdat je direct het overzicht hebt van wat de markt op dat moment doet. Dus bovenaan links zien we de futures van Noord-Amerika. En dan ook de grote muntenparen daaronder, euro-dollar, Brits pond, US-dollar. Dit kan je aanpassen. Bovenaan rechts ziet u dan de futures van Europa en van Azië. Dus u ziet direct hoe de markt evolueert en in welke richting we aan het veranderen zijn. Dan eronder ziet u eigenlijk een marktupdate waarbij men nog eens wat zaken neerschrijft, hoe de markt zich aan het begeven is. Aan de rechterkant ziet u dan de downgrades en upgrades van Amerikaanse aandelen. Ook vrij interessant naar fundamentele analyse toe, wat de analisten zeggen van een bepaald aandeel, hoe het in de toekomst zal presteren. En dan zien we onderaan opnieuw het nieuws verschijnen. Dus dit is eigenlijk een globaal overzicht dat wel handig kan zijn bij het opstarten van het platform. Dan even meegeven dat er naast dit nieuws ook macro-economisch nieuws is. En veel mensen proberen dat misschien via andere websites te volgen. We zijn op dit moment bezig met een website te ontwikkelen waar dat alle fundamentele data, dus de macro-economische data, zullen opkomen. En waar u dan ook chronologisch ziet en ook op vlak van invloed op de markt, een bepaalde score of weging wordt gegeven, zodanig dat u zich kan verwachten aan een invloed op de markt en dat u direct ziet of dat dit positief of negatief, negatieve impact heeft. Dan, dit is vrij belangrijk, de marktscanner. Dus u kan natuurlijk uw volledige onderzoek doen van de fundamentele data, maar het is dan natuurlijk vrij belangrijk om te gaan bepalen van kijk, ik wil bedrijven hebben die, ik zeg maar iets, een return on equity hebben boven de 20%. Dan kan u hier gaan zoeken, dus u kan filters gaan toevoegen, ook filters op vlak van fundamentals. Zo kan u dus bijvoorbeeld aanvinken return on equity en dat moet dan groter zijn dan 20%. En dan krijgt u een lijst met alle stocks die daaraan voldoen. Dus op die manier kan je eigenlijk precies bepalen welk aandeel aan uw verwachtingen voldoet. Ik zal misschien nog even erbij nemen. Het volgende. Dus de fundamentals. Hier gaan we eigenlijk gaan effectief de company fundamentals bespreken. Als u het abonnement heeft geactiveerd, krijgt u een inzicht in heel wat zaken over het bedrijf. In dit voorbeeld heb ik Apple genomen. Ik zal misschien de slides even aan de kant leggen en ondertussen TWS openen. En ik zal de fundamentele data erbij nemen. Is het voor iedereen nog steeds zichtbaar? Ik wacht even tot er ook reactie komt op de chat. En ondertussen voeg ik Apple toe. Oké. Ik heb even Apple erbij genomen. Dus als u de fundamentele data heeft geactiveerd, krijg je direct een scherm met het overzicht. Dus de summary. Het eerste tapje is eigenlijk een uitleg wat het bedrijf doet, waarin welk sector het actief is, welke producten het geeft, wat de activiteiten exact inhouden. En dan heb je eigenlijk het volledige overzicht, de ratio's, de dividenden, de managers. En die zaken kan je allemaal in detail gaan bekijken door bovenaan te klikken op summary. En nadien geeft u eigenlijk alle zaken waar u het in detail kan gaan bekijken. Nu gaan we even bijvoorbeeld financial summary erbij nemen.
Dan gaat dit even gaan laden. Ik zal even veranderen. 3 maandelijks. Dus ik heb hier even fundamentals van Apple erbij genomen. Bij de financial summary, je ziet hier bovenaan zaken dat u aan en uit kan vinken. Op de rechterpas ziet u de huidige prijs van Apple, 99,92. En u ziet dan dat u zaken kan toevoegen, bijvoorbeeld earnings per share revenue, de dividenden. U ziet in 2013 gestart, of eind 2012 gestart met dividend uitkeren. En nadien is het lichtjes gestegen. En de onderliggende stock price is ook gestegen, dus de prijs van het aandeel is natuurlijk ook mee gestegen. Dat kunt u allemaal terugvinden en ondertussen ook de jaarlijkse cijfers gaan bekijken. Dan bijvoorbeeld ownership, dat zien we, nou even laten laden zodat iedereen kan meekijken, zien we de institutional shareholders, dus de grote ETF's bijvoorbeeld of fondsen waar Apple in zit. U ziet ook de insider shareholders, bijvoorbeeld Steve Jobs, die zijn aandelen verkocht had en die dus niet langer aandeelhouder was. Op dat moment, dan gaan we over bijvoorbeeld naar de ratio's. Niet onbelangrijk. U ziet mooi alles opsplitst per tapje, dus u kan direct gaan kijken bijvoorbeeld naar het dividend. Per aandeel het dividendrendement. Dus 2,13, dat is natuurlijk op jaarbasis, want u weet ook dat het dividend 0,50 of 0,57 ongeveer is, maar elk kwartaal keert men dividend uit. Op dit scherm ziet men bijvoorbeeld ook de winstcijfers, omzet, EBIT. Dus hier zie je eigenlijk een overzicht van alle ratio's. In dit scherm kunt u bijvoorbeeld ook de verwante producten gaan bekijken. Dus als u zegt van ik ben geïnteresseerd in Apple, maar het voldoet toch niet aan mijn fundamentele verwachtingen. Ik ben op zoek naar iets in dezelfde sector. Na onderzoek natuurlijk dat u de sector wel positief vond. Kunt u gaan zeggen van kijk, wat zijn de top gainers in technology of de most active ones in the sector. Dus ik kan eigenlijk alles gaan bekijken en dan heeft u direct de verwante aandelen opgelijst. Dus dat is wel vrij interessant. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de grafiek even gaan bekijken. Ik zal even op een jaar zetten om een mooie grafiek te hebben. En dan zie je eigenlijk ook de grafiek met onderaan de dividenden vermeld. Dit is vrij interessant en dit is op dit moment dus volledig gratis voor jullie beschikking. Nu is het nodig om telkens alles hier te gaan raadplegen. Nee, het is natuurlijk handig als je naar één iets op zoek bent. Of dat u bijvoorbeeld, dat zal ik ook even tonen, de financiële verklaring, de rapporten wilt gaan bekijken. U ziet de resultatenrekening, u kunt de balans bekijken, u kunt dit jaarlijks of 3 maandelijks zetten. U kunt de cashflow van het bedrijf gaan bekijken. Dus daar ziet u eigenlijk een volledig overzicht. Nu, het is niet noodzakelijk om dit allemaal telkens te gaan bekijken binnen het effectieve tool waar dat u alle details heeft. U kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik ben enkel geïnteresseerd in bepaalde zaken en u kan hiervoor best een kolom gaan toevoegen. Nu, een kolom toevoegen, dat zal ik misschien ook even tonen. U heeft fundamentele datakolommen, waarbij dat u kan zeggen, ik wil voor elk bedrijf of elk effect in mijn watchlist of in mijn eigen lijst, wil ik gaan zien wat de price book is of wat de return on equity is. Dat kan je perfect gaan toevoegen en dan kan je eigenlijk direct zien in uw lijst wat voldoet aan uw verwachtingen en zaken onderling gaan vergelijken. Ik zal nu even kijken. Een scherm openzetten. Klein ogenblikje. Want ik moet terug naar Trader Workstation.
Ik even een nieuwe pagina. Voilà, een testpagina. Dus ik heb hier enkele zaken opgelijst. Je ziet wat Amerikaanse aandelen, je ziet wat Belgische aandelen. En als u een kolom wil toevoegen, ik heb er hier al een paar toegevoegd, je doet eigenlijk rechtermuisknop op een kolom, gelijk waar. Misschien best de kolom waar u het wenst toe te voegen of tussen te voegen. Nadien kunt u werken met Insert Column Before Return on Equity. Nadien gaat u naar de fundamentele data. Nu, je hebt hier de populaire data, bijvoorbeeld prijs-boekwaarde, quick ratio. Je hebt ook externe analisten die bepaalde ratings geven. En dan heb je ook nog others. En bij others kan je bijvoorbeeld zeggen, wat is de cashflow per aandeel? Hoe is het volume? Wat is de omzetgroei, omzet per aandeel? Dus je kan dergelijke zaken allemaal gaan toevoegen. Als we dit even gaan doen, ik zal nu even een populaire prijsboekwaarde gaan toevoegen. Wens je dit toe te voegen op andere pagina's? In mijn geval zet ik nee. En dan krijgen we eigenlijk een waarde tevoorschijn voor alle effecten die u in deze lijst heeft. Dus dit is vrij interessant. Dus u moet niet telkens de volledige analyse gaan doen. Als u geïnteresseerd bent in enkele zaken, kunt u bijvoorbeeld, in dit geval heb ik hier 4 kolommen van fundamentele data toegevoegd, kunt u ze onderling direct gaan vergelijken. Ziet u direct een return on equity bij Apple van 39%, bij Coca-Cola is dit ook vrij hoog. Dus u kan ze zo met elkaar gaan vergelijken en kijken welke de beste leerling van de klas is. Dan ga ik even terug naar de slides. Dus u heeft gezien hoe dat u de kolom kan toevoegen. Ik zal nog even ter info, indien dat u op zoek bent naar een bepaalde kolom en niet de hele lijst wenst af te gaan. Je hebt hier ook weergave aanpassen. Dan krijgt u een scherm tevoorschijn van uw kolommen. Wens de koersdata kolommen te gaan bekijken. U heeft hier de fundamentals. Wens u daarin te gaan zoeken. Dan kunt u bijvoorbeeld in de plaats van alles open te klikken en u bent op zoek naar omzet. Omzet, dan krijgt u alles met omzet te maken. Dus bijvoorbeeld, u voegt de omzet toe, pas toe en op oké. En de kolom is toegevoegd. Dus zo ziet u hier in het begin de kolom van de omzet. U ziet dan elk bedrijf opnieuw en u kan ze met elkaar gaan vergelijken. Nu, stel dat je niet echt weet dat je op zoek bent naar een bepaalde fundamental en u weet niet wat het exact wenst te betekenen, u kan er gerust met uw muis overgaan of met uw muis over de header van de kolom gaan en dan ziet u een volledige uitleg van dit ratio. Nu gaan we even over naar de conclusie van dit webinar. Zoals u ziet zijn er eigenlijk heel wat tools voorhanden binnen de LynxPro. Dus gebruik die dan ook. Het is belangrijk dat u alle tools gebruikt dat u ter beschikking krijgt en die u natuurlijk nodig heeft voor uw analyse. Dus ik zou aanraden om de gewenste kolommen toe te voegen en eigenlijk te gaan kijken via de market scanner welke aandelen exact voldoen aan uw verwachtingen. Dus als u zegt ze moeten een minimum return on equity hebben van 20%, dan moet je dat gaan toevoegen en dan kan je perfect gaan kijken. Dit is een aandeel die doet aan mijn verwachting, voldoet aan mijn verwachting. Dit aandeel zal ik even dieper gaan bekijken. Dan nog een kleine opmerking. Beperk u niet enkel tot deze informatie. Op internet staat er ook heel wat informatie, zoals analisten, research
dergelijke. Maar bekijk de data altijd vanuit een kritisch oogpunt. Want er kan natuurlijk heel wat zaken bijstaan en u weet nooit de achtergrond waarom dit men gaat onderzoeken. Nu, ik geef ook even de handige websites mee. Achteraf zal dit webinar nog opnieuw kunnen bekeken worden en mocht u bepaalde websites nodig hebben, kunt u dat zeker vragen door een mailtje te sturen naar klantendesk@links.be. Dus belangrijk is onze website van de maandupdate, waar de koersdata, waar het uitgelegd staat, voor u de koersdata kunt aanvragen, de fundamentele data. Dan ook de website met de kalender voor de komende week, dus waar alle macro-economische data op te vinden zijn. En dan is het ook wel belangrijk om even een kijkje te gaan nemen, bijvoorbeeld op Finvis of op een website van de beurs zelf, want daar vindt u ook veel informatie terug over een bepaald bedrijf of een bepaald effect. Wat ook interessant is, is misschien de laatste website, Investopedia. Bij vele mensen waarschijnlijk wel bekend. Dit is vrij handig als u zaken wenst op te zoeken en meer informatie wenst te hebben over een bepaald ratio of over een bepaalde analyse van een bedrijf. Nu, even mijn eigen mening over een fundamentele analyse, just my two cents. Fundamentele analyse is natuurlijk een serieuze zaak. Het duurt een hele poos voor u een volledig bedrijf onderzocht hebt en alle details weet. En dan nog weet u niet alle details meestal. Wereldwijd doen eigenlijk een groot aantal analisten bij banken en hedge funds onderzoek naar aandelen. Dus zij maken eigenlijk gebruik van de meest geavanceerde modellen en beschikking over zeer uitgebreide informatie. Dus als particuliere belegger loop je altijd achter op de professionals. Maar toch ben je in staat om de markt te verslaan. Hoe, vraagt u waarschijnlijk af? Ja, zoals ik al gezegd heb, je moet eigenlijk gaan kijken hoe het bedrijf effectief geld verdient. Wat is het potentieel? Wat zijn de risico's? Dat is vrij belangrijk in uw analyse. Kies de juiste beleggingshorizon. Dat is iets dat veel vergeten wordt. Maar het is zeer belangrijk om te gaan bepalen vooraf van hoe lang wens ik te investeren. Want bijvoorbeeld op korte termijn kan je denken, Apple is overpriced, dus je gaat het gaan shorten. Op lange termijn kan je dan weer denken, als je naar de fundamentals gaat kijken, Apple is underpriced, dus staat nu zeer laag. We gaan het gaan kopen, dus dat zijn twee verschillende visies, maar je kan eigenlijk beide hebben, afhankelijk van je beleggershorizon. Wat ook belangrijk is, spreid je vermogen over verschillende aandelen, diversifieer. Dat is natuurlijk basisbeginsel bij beleggen, zodanig dat u minder risico heeft. Maak gebruik van opties, ook om uw risico te beperken. Dek u in met een optie en werp gerust een blik op de grafiek. Dus het is niet enkel fundamentele analyse die van belang is. Het is eigenlijk een combinatie met technische analyse en natuurlijk gezond verstand om te gaan presteren op de beurs. Dus het is niet enkel gaan kijken naar, met fundamentele analyse dat je ver zal geraken, maar het is wel belangrijk als u eerder gaat investeren op lange termijn. Oké, kijk, ik stel vast dat het webinar is afgelopen en ik sta hier open voor vragen. Zijn er bepaalde zaken die u graag nog had besproken of onbeantwoord waren voor u? Dan kunt u zeker stellen via de chat. Mocht u een langere vraag hebben of ons achteraf nog wensen te contacteren, dan kan het zeker via de klantendesk@links.be. Ik zie op dit moment nog niet direct vragen binnenkomen.
Oké, ik zie niet direct andere vragen binnenkomen. Ik wens jullie allemaal te bedanken voor jullie aandacht. En ik wens jullie verder nog een prettige avond. Indien er achteraf nog vragen zijn, je mag ons zeker contacteren via e-mail, via chat of via telefoon. Hartelijk dank en nog een prettige avond verder. Yeah.